Allemaal welkom bij een nieuwe video van Wim's Hardloop Channel. Zoals je misschien al merkt wordt het 's avonds steeds vroeger donker. Dus als je net als mij een 8-5 baan hebt en je wil meer dan één keer per week gaan hardlopen om te trainen, dan ontkom je er niet aan om in die avonduurtjes te gaan hardlopen en dus hardlopen in het donker. Nou, ik heb al eerder een video gemaakt over hardlopen in het donker en ik ga nu één punt specifiek erin uitlichten. Ik ga het namelijk hebben over hardloopverlichting. Dus in deze video ga ik het hebben wat voor soorten hardloopverlichting je hebt en hoe je die het beste kan gebruiken en waarvoor ze gebruikt worden. Dus dat ga ik je in deze video vertellen. Ik ga het eerst hier aan de keukentafel vertellen van hoe en wat om straks naar buiten te gaan. En dan ga ik je het verschil tussen de verschillende hardloopverlichting laten zien. Maar aangezien het donker is buiten, kan ik je beter hier laten zien welke hardloopverlichting er is. En zo dadelijk buiten hoe het eruit ziet als de lampen aanstaan. Heb je dan nog niet geabonneerd op Wim's Hardloop Channel? Vergeet dat zeker niet te doen. Dat kan namelijk hier rechts onderin. Als je dat gedaan hebt, dan blijf je namelijk op de hoogte van alle nieuwe video's over hoe jij een sneller en betere hardloper kan worden. Maar nu eerst ga ik je alles vertellen over hardloopverlichting. Nou, er zijn verschillende soorten hardloopverlichting op de markt. En laat ik beginnen met waarom hardloopverlichting nou zo belangrijk is. Nou, als je gaat hardlopen in het donker, is het belangrijk dat je er alles aan doet om veilig te gaan hardlopen. En als je geen verlichting hebt, dan val je niet op door het andere verkeer. Vooral door automobilisten of fietsers. Als jij geen verlichting draagt of geen reflecterende kleding, dan val jij niet op in het donker. Dus het is belangrijk om die reden om goed op te vallen en dat doe je dus met hardloopverlichting. Dus daarom, als je buiten gaat hardlopen in het donker, draag dan altijd hardloopverlichting en reflecterende kleding. En er zijn nog een aantal andere tips die ik in een andere video noem hoe jij beter en veilig kan hardlopen buiten in de avonduurtjes. Maar deze gaat specifiek over de hardloopverlichting, dus ik ga je nu de drie verschillende hardloopverlichting zien waar ik mee hardloop. Nou, in deze video laat ik je drie soorten hardloopverlichting zien. En allereerst eigenlijk de simpele LED-armband die je hebt. Die kan je meerdere standen hebben die meestal. Die kan je om je armen heen doen. Eventueel ook om je been, onder je enkels. Zodat je aan één kant opvalt. Nou, het voordeel met zo'n LED-verband ten opzichte van andere hardloopverlichting is dat je meestal dit om een bewegend lichaamsdeel doet. Dus om je arm of om je been. En daardoor gaat hij heen en weer. En daardoor val je wel sneller op met een LED-armband dan met andere verlichting wat eigenlijk gewoon constant blijft branden. Dat wel gezegd hebbende is dat je met één LED-armband maar aan één kant zichtbaar hebt. Als ik hem rechts draag, dan ben ik links niet zichtbaar. En daarom is een LED-armband, als je ermee gaat lopen, draag van allebei de kanten één. Zo blijf je echt altijd zichtbaar, goed met een LED-armband. De tweede die ik heb is het hardloopvest met verlichting. Nou, met deze hardloopvest ben ik eigenlijk 360 graden om me heen zichtbaar. Voor me heb ik lampjes, moet even kijken. Dat is deze. Achter heb ik ook lampjes, rode lampjes en die. Dus ik val voor en achter op met de verlichting. En omdat de banden om me heen ook nog van reflecterend materiaal zijn, val ik echt rondom helemaal goed op. Dus als ik een automobilist van de zijkant kom, voor, achter, fietser, die zien me altijd wel lopen met een hardloopvest. Dus met deze ben je wel echt een stuk zichtbaarder dan met een LED-armband. Dus dat is de tweede. En de derde die ik nog in petto heb, is de hoofdlamp. Nou, de hoofdlamp, ik zal hem ook even aandoen. Die helpt jou ook, iets andere verlichting dan eigenlijk die andere twee. Die andere twee verlichting zijn vooral om goed op te vallen in het donker voor het andere verkeer. Met de hoofdlamp heb je ook nog eens goed zicht voor je. Dus het voordeel van die hoofdlamp is dat je als je ergens gaat lopen waar weinig straatverlichting is, weinig zicht is, dan kan je met de hoofdlamp altijd nog goed het pad wat je hard loopt, kan je goed zien. Daarnaast verkeer wat voor je tegen je richting je toe rijdt, zie je ook goed met een hoofdlamp, want die lamp is best wel fel en schijnt goed. Enige nadeel is dat je van achter niet echt zichtbaar bent met een hoofdlamp. Dus eigenlijk wat verschil tussen die andere twee is dat die andere twee zijn echt om op te vallen en deze is ook meer praktisch zodat je zelf meer zicht hebt. Dus dat zijn de drie verschillende hardloopverlichtingen voor in donker.
Nou, nu heb ik je laten zien welke drie hardloopverlichtingen ik heb. Dus ik ga ze één voor één aantrekken en buiten een stukje mee hardlopen. Zodat je goed het verschil ziet tussen de drie verschillende hardloopverlichtingen. Zodat als je nog zelf hardloopverlichting wil aanschaffen, welke het beste bij jou past en waar jij het graag mee hardloopt. Dus dat ga ik je nu laten zien. Ik ga naar buiten aan, doe mijn hardloopjas aan en dan laat ik je de drie verschillende zien. Nou, we zijn buiten, dus ik kan je nu laten zien hoe die verschillende hardloopverlichtingen nou werken en wat het verschil is tussen die twee. Het is gelukkig nog niet helemaal donker. Misschien is dat niet ideaal om een hardloopverlichting te laten zien, maar anders ben ik echt niet te zien op camera. Dus wat ik heb gedaan, het is begonnen met schemeren. Hierachter is wel een stuk donker bos, dus ik ga je daarin laten zien hoe de hardloopverlichting werkt en hoeveel je daarmee kan zien. En ik ga je één voor één de verschillende hardloopverlichting zien. Dus ik ga je eerst de LED-armband laten zien, dan het hardloopvest en uiteindelijk de hoofdlamp. En dan kan je goed het verschil zien tussen die drie en waar je ze voor kan gebruiken. En zo weet jij precies welke hardloopverlichting het beste bij jou past en waar jij dus mee het meest veiligst over straat kan in het donker. Ik ga je nu eerst de LED-armband laten zien. Nou, we hebben de LED-armband gehad. Zoals je kan zien ben je maar van één kant zichtbaar. Door het knipperende licht ben je wel goed zichtbaar. En omdat mijn arm heen en weer beweegt, valt dat licht ook wel goed op. Maar je bent wel van één kant zichtbaar. Is goed op te lossen door aan allebei de armen een LED-armband te dragen. Dan ben je van allebei de kanten zichtbaar. Maar dan kun je ook wel weer van voor of van achter weer minder zichtbaar zijn. Maar de LED-armband is prima voor als het nog niet heel erg donker is, naar mijn idee. En je hebt nog wat goed reflecterende kleding, kan je prima gaan lopen met de LED-armband. Ik ga je nu de hardloopvest met verlichting laten zien. Nou, zoals je hebt kunnen zien ben je dus veel beter zichtbaar met een hardloopvest met verlichting. Al heb je hier natuurlijk voor- en achterverlichting en ben je dus goed zichtbaar. Alleen hier ontbreekt het weer aan de zijkanten. Dus je hebt van links of rechts van de zijkant heb je dus geen verlichting en ben je iets minder zichtbaar. Natuurlijk zit er reflecterende materiaal erop. Dus als er een auto aankomt rijden of een fietser met verlichting aan, dan licht dat op en dan ben je nog steeds zichtbaar. Dus wil je beter opvallen in het hardlopen in het donker, dan is een hardloopvest wel echt meer beter raadzaam om mee te gaan hardlopen. Ik ga je nu de laatste nog laten zien en dat is de hoofdlamp. Nou, het wordt steeds donkerder, dus het is weer tijd om schouw naar binnen te gaan. Je hebt in ieder geval de drie verschillende hardloopverlichting kunnen zien. Ik ga nu naar binnen om nog een en ander te vertellen over hardloopverlichting en waar je moet letten om veilig te kunnen hardlopen in het donker. Misschien ben ik nog net binnen voordat de zon ondergaat of vind ik het echt niet erg om in het donker te gaan hardlopen. Maar nu ga ik gauw naar binnen in ieder geval. Ik zie je daar weer. Nou, zoals je hebt kunnen zien waren dat de drie verschillende hardloopverlichtingen voor in het donker. Nou, zoals je kan zien is wel het vest. Deze valt het meeste op. Zo ben je het beste zichtbaar rondom door de kleur, reflecteerd materiaal en door de verlichting val je gewoon met zo'n hardloopvest het beste om. En hier doe je echt het veiligst mee hardlopen. Een LED-armbandje gebruik ik vooral. Als het nog een beetje schemert, nog niet heel donker is en in de zomer als ik niet echt een jasje aan heb, dan vind ik deze wel fijn om over mijn bovenarm heen te doen. Maar vooral als het nog niet heel erg donker is, doe ik deze graag aan in plaats van een volledig hardloopvest. En de laatste, de hoofdlamp, ja, die gebruik ik echt als ik ergens ga trailrunnen in het donker waar geen verlichting is, dan gebruik ik die. Maar ik zou deze niet gebruiken om mezelf zichtbaar te maken in het donker. Dus als ik deze gebruik, dan is het vaak een combinatie met een ander lampje, zodat ik van links, rechts of van achter ook nog steeds zichtbaar ben. Dus deze is echt meer praktisch voor mijn eigen zicht. En die andere is voor echt veilig te gaan hardlopen in het donker. Ja, dat waren dus de drie hardloopverlichtingen die je kan gebruiken om veilig te gaan hardlopen in het donker. Ik hoop echt dat je wat aan deze video gehad hebt. En als je gaat hardlopen in het donker,
doe dan dat dan zeker veilig. Zorg dat je goed opvalt voordat je je hardloopschoenen aantrekt. Want je wordt echt heel snel over het hoofd gezien door het overige verkeer. Vooral als je op stukken loopt waar weinig voetpaden zijn. En dat je echt op de weg loopt en auto's scheuren langs je heen. Dat is echt verstandig om goed op te vallen. Want dan ben je zeker dat je goed in zicht bent van die automobilisten en fietsen. En dat je geen ongeluk hebt. Want het hoeft altijd niet de jouw eigen schuld te zijn. Maar je wilt gewoon liever voorkomen dan genezen. Dus daarom deze drie hardloopverlichtingen. En zorg dat je gewoon ook een van die, als je nog niet hebt, een van die dingen aanschaft. Zodat je goed zichtbaar bent. Nou, onder deze video heb ik in de reacties een aantal links naar mijn website gezet. Waarin ik lijstjes heb met de beste hardloopvesten met verlichting. Of LED-armbanden. Of hoofdlampen. Dus als jij nog iets zoekt zoekt echt naar een specifiek model. En je wil nog iets meer oriënteren. Dan vind je onder in de reacties hierover nog wat meer informatie. Maar dit was in ieder geval mijn video over hardloopverlichting. En hoe jij daarmee veilig kan hardlopen in het donker. Heb je daar nog vragen over? Zet die dan in de reacties hieronder. Dan geef ik daar zo snel mogelijk antwoord op. En heb je nog niet geabonneerd? Vergeet het dan zeker niet te doen. Dat kan hier. Want zo blijf je namelijk op de hoogte van alle nieuwe video's over hoe jij een sneller en betere hardloper kan worden. En hier komen nog een video over tips hoe je veilig kan hardlopen in het donker. En hoe jij nog beter naar buiten kan gaan om een rondje, lekker rondje te gaan hardlopen. Dit was in ieder geval Wim Groendijk. En tot de volgende video.